nog een andere. Ja, ik denk dat ik ook maar even naar de zolder ga. Ja, maar daar zit iemand, die noemen we chef zolder. En die gaat u ontvangen dan. Dat is de chef van de zolder. De chef van de zolder, daar komt hij aan. Oh, dat is... Ja, die heb ik al gezien. Ja, nee. Dag meneer chef van de zolder. Dag. Waarom bent u chef van de zolder dan? Nou, omdat ik hier de hoogste functie in het bedrijf bekleed. Heel goed. Nee, kijk, dat is het juiste antwoord. Hè? Waarom is dat Am Rijn zo schön? Am Rijn zo schön. En als jullie dan een uitvoering hebben, dan... Zingt u zelf mee? Nou, dan kom ik ook weer filmen. Ja. Want als je mij hoort filmen, dat wil je horen. Of als je mij hoort zingen. Ja. Maar u zingt ook mee in het koor? Ik zing ook mee in het koor. En wat bent u? Al tenor? Tenor, eerste tenor. Dus u bent hoog? Ik ben hoog en dat correspondeert ook weer met mijn functie. Hè? Mag ik even op de zolder kijken dan? Ga je gang. Ja? Oeps! Dat is wel heel veel werk, hè? Maar we hebben 40.000 boeken. Maar verkoopt u dit nou alleen op de markt in Brummen? Ja. Maar dat raak je toch nooit kwijt? Nou, we moeten nagaan dat wij zo'n 10% kwijtraken. Is een eerste tenor hoger of lager dan een... Eerste is hoger. Is hoger. Eén is hoger? Ja. Dus u bent hoog? Ik ben tweede tenor. Tweede. En u bent hoog? Nee, ik ook ben twee. Tweede tenor. Ik ben bariton. En wat is dat dan? Nou, dat zijn lage stemmen. De laagste stem is de bas. En dan op ene laagste stem is de bariton. Oké. Okay. Dat zijn middenstemmen, noemen ze dat. Oké. Okay. Nou, laat eens wat horen dan. Doe zo'n bariton.